Ik was een tijdje weg, nu vragen ze Stan, wat doe je? Er is drukte aan de oppervlakte, maar niet in jouw hoekje. Waar was je al die tijd, jongen? Ik wil dat je spreekt. Ik hoor zoveel verhalen, maar er is niks dat ik weet. Laat alles vallen nu en ga zo dadelijk mee, maar nee. Ik ga echt niet meer terug, dat is geweest, yo. Ik weiger nog de druk van menigeen. Nu denken ze van, ey. Ze kijken alsof het verbazingwekkend is. Proeven de smaken, zien dat het bevestigend is. Ze doen van, ey, hij is echt niet meer daar. Is het klaar? Hij zat toch vol met wrok, woede en haat. Nu roepen ze van, ey, goed bezig man. Goed om te weten dat je het nu anders aanpakt dan hoe je vroeger geleefd had. Vroeger, vroeger, ja vroeger heeft me gemaakt. Vroeger was het vroeger, maar wat doet vroeger me aan? Het komt er vroeger, hierdoor ga ik straks nog uit mijn plaat. Maar nee, die klok is gestopt, dus al zie je mij, dan ben je nu iets wijzer van mijn nieuwe tijd. Ik nam mijn shot, zelf reflectie en een dosis nieuwsgierigheid. Het is al lang geen nieuws meer, dat niets is wat het lijkt, dus ga mee. En trek je uitrusting aan, dan beklimmen we de berg tot het uitzicht je draagt. Daar beneden is niks een stuiver meer waard. Geen stress als je vastzit, want ik sluit me bij je aan. Ik zocht te laat, ik vocht voor wraak, ik schopte om me heen. Ik vond de draad, de hond was ontwaakt en kon het probleem. Dus stond ik daar, ongevraagd en hoppa, ik ging mee. Had het soms te bond gemaakt, maar dat is tot vandaag. Want hey, nee, daar heb ik niks meer te zoeken. Ik ga weg uit die chaos en trek me terug naar dat hoekje. Maar wat als je nu iets niet ziet? Ik hou de kijk op mezelf, mijn naaste en intuïtie. Het is tijd, dus wees klaar voor de vlucht. De vrijheid is daar, al sta je bij de kust, ja. Soms is er verlichting, door zwaar geschud. Handtoereikend vraagt hij, kom nog één keertje terug, maar nee.